Nee, maar ik ben ook echt in één woord gedood. Knolpower.nl. De laatste ronde! Ik ben een kermis, jongens. Ik ben een kermis. Yo, dat wee wee wee, dat was echt fucked up, man. Ze denken alle drie dat ik die luidspreker, oftewel het Fortnite-alarm, af ga laten gaan. Maar jongens, ik ben vandaag in een goede bui. Daar is het Fortnite-alarm! Ik had bijna mijn uitkomst weer opgedaan, man. Ik dacht, oh, hey, dat is wel fijn voor de verandering. Maar ik ben er nog steeds. Ik hield hem gewoon af. Ik vertrouwde hem al meteen niet. Oh, sorry Joost, ik hoor je niet. Ik heb een piep in mijn oren. Ben ik de enige die de koptelefoon wel op had? Ja, nee, kijk! Duncan Strijder! Zoals jullie zien, mensen, ik zie er ontzettend toeristisch uit. Ik kom rechtstreeks uit Mallorca. Kunnen jullie zien hier op de voorkant van mijn petje. En ik heb mijn toeristische shirtje uit Curaçao aan. En ik ben er samen met Duncan, Joost en Rudy. En wij gaan met z'n vieren in totaal gaan wij Steady Storm spelen. Dat betekent dat de cirkel de hele tijd kleiner wordt. Er is hier iemand bij mij en die heb ik nu dood. Oh, ik gooi het granaten. Pas op, Enzo. Beter. Ja, ik heb hem dood. Meteen afmaken, want ik... ik word beschoten door iemand anders en die gaat er ook aan. Rudy aan de kant. Ik kom eraan. Ik heb letterlijk nog niks, dus ik moet nog even doorlooten. Oké, we gaan hier even looten, jongens. Ik voel me niet veilig op dit... Nee, ik voel me niet veilig op dit plein. Maar een beetje naar zuid gaan. Ik ga weg. Ja, Ik word op het scherm. Bescherm de president. Rudy wordt beschoten. Ik moet beschermd worden. Of wie was dat? Minis boys. Dat was Duncan. Ja. Ja, maar dat boeit wij ons. Duncan, waarom kom je zo rustig over? Ik werd beschoten. Ja, weet je. Ik word beschoten! Ik word beschoten. Hey, leer mij dat, Duncan. Hoe ga je zo kalm om met zo'n situatie? Okay, ik speel zoveel Fortnite, je wordt de hele dag beschoten. Dus dan. Ik ben er wel aan. Dan is het een mini. Oh, je had een mini. Ja, dat doe je ook alleen omdat ik Enzo Knol heet, hè? Waarom geef je het niet aan Duncan? Ik heb het nodig, ik word nooit boos. Je bent boos, jongens, we moeten wel winnen, oké? Even kalm. Oh, Rudy, dat is een mooie. Ja, Rudy. Dit is de warrior dans. Voordat we iedereen gaan pakken. Oh, ik zie er iemand staan. Ik zag daar iemand. Ja, pak je. Oh, hij heeft al die walls mee. Hij is goed gehit. Hij heeft weinig HP. Wacht, ik kan iets doen. Ik heb hem! Go get him, boy! Hoppakee! Achter? Niet op de stinkbom. Ja, Noordoost. Oh mijn god, een guided missile! Wie heeft die guided missile? Ja, maar wie? Was die van ons? Fuck, is die niet van ons? Nee, die guided missile is niet van ons. Ik heb hem. Are you kidding me? Oh my god. Duncan dat was, eerlijk. Ik heb bijna geen AP. Oeh, echt even healen. Oké, er is daar iemand op het noordoosten, daar helemaal achter. Ja. En in het nieuwe gebouw zit ook iemand op east. Ik ga een granaat gooien. Ik ben super slecht in granaatjes, maar wie weet. East, jongens. Oh my god, ik gooi er goed. Ik zie ze lopen. In het Ik zie het. Ja, er zijn er twee. Ze zijn wel default guys, dus ik dacht serieus dat Duncan dat was. Oké, ik heb hem één keer geïnteresseerd. Oké, nice. Oké. Waar zijn de pelletakken? Hieronder. Ik heb erachter. Oké, ze zitten daar binnen. Ja. Ik ga erop af. Ik ben er klaar mee. Nee, wow! De guy de missile deed naar. Ik heb 1 AP. Oh my god. Echt? Oh nee. Ik schoot hem richting het oosten, maar hij kantelde naar het noorden voor sommige reason. Mijn Fortnite. You messed up, Duncan. Hey, no. Oké, ik ga hier in het zuiden. Oké, er is hier iemand bij mij in de buurt. Oké, nice. Kom maar aan. Ik weet niet of iemand kan helpen, maar ik ga er anders aan, denk ik. Ben ik bang. Kom maar aan knolpower.nl. Hij zit daar op het noord. Ik zie hem. Woe! Ik ben aan het bandagen. Hij is bijna dood, Joost. kom aan. Ja, hij is dood, Joost. Hij is dood. Nice. Kom even net in. Nee, dat is voor mij. Ja, waarom? Chaos, man. Chaos, ik moest even een scheentje laten, jongens. Je moet het wel waarderen. Duncan gaat meteen aan de Joost, dat kistje had ik al de hele 5 minuten in het versier. En nu verpest jij het gewoon. Je mag de gun en de klingers en zo. Jongens, die gun heb ik al.
Er komt nog iemand aan. Ik heb hier iemand op. In mini. Via waar? Want ik zit hier gewoon een beetje te lopen zo van la 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 la. Er moet nog iemand komen, denk ik. Ik heb hier een hunting rifle als iemand wil. No, is het trouwens de bedoeling dat ik Enzo bij Enzo noem, of moet ik gewoon de hele tijd knolpower.nl zeggen voor de plug? Knolpower.nl. Okay, ja. Nou, het is lief dat je het zegt. Ja, nee, ik vroeg hem er gewoon even af, weet je. Ja, nee, wat heb je liever? Dat is een hele goede vraag, maar je mag gewoon www.knolpower.nl de hele tijd zeggen. Oké, ja, prima. Dat is dan mijn uitdaging voor vandaag. Nice. Gaat ze sowieso na de tweede keer al niet meer lukken. Ja, nee, precies. En in de stress dat je het gewoon niet meer kan focussen en toch maar even struikelt en zo zegt. Maar dat is precies hetzelfde, dat je met z'n allen een woord gaat afspreken. Stel voor je komt vijanden tegen dat je dat woord omroept. Maar er zitten hier mensen in het kwaad, sorry. Ja, hier, daar ging het al. Ja, we hadden afgesproken. Dus. Nee. En daar ging het al. www.knolpa.nl, kom hier. Oké. Dat is wel een mond vol hoor. Wacht, jongens, zit hier in het trappenhuis bij www.knolpa. Oh, ik heb hem. Wacht. Oh, jee, hij gaat neer. Hij gaat denk ik neer. Ik kom ook naar boven. Oké, ik ben neer. Oké, wauw. Joost, nee! Nee! Rip de Duncan, man. Nee, waar zijn jullie? Ik weet het niet. Oh my god, nee! Hey, Duncan, minis. Als je nou had geluisterd, ik had 10 keer minis voor je, maar je bleef maar weglopen. Nee, ja. Duncan! Hij was te druk met reclame. Ik ga het zelf weer nemen, hè? Fuck jou. Oh, ja, Duncan. Ja, had je maar het woord moeten zeggen, dan kwam ik eerder. Ja, het magische woord. Nou, ik kwam er te laat mee, ik snap het alweer. Ik heb mijn best gedaan. Nou, we hebben allemaal wel eens een spraakgebrek, hè? Ja, het is wel mooi dat hij hem ook gewoon nog bleef finishen terwijl ik gewoon op mijn was. Je stond gewoon naast mij. Maar dat mij hadden alleen. Jouw ouders toch ook, Rudy? Want eigenlijk moest je Rudy heten, maar toen hadden ze spraakgebrek en toen kwam Rudy. Ja, eigenlijk Rudy, Koody, Koody, Rudy, Rudy. Dat moet je maar Rudy, 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 Rudy. Paste niet op het formulier voor de gemeente, weet je. Dus. Nee, en toen wilde hij je naam veranderen en toen zei ze: nee, daar gaan we niet aan beginnen. Ze zei de username already taken. Ja, ik denk dat het was. Ja, toen zaten ze nog op Roelie 12 te overwegen, weet je wel, maar hij zat er niet in. Ja, ze zaten te kijken of het account al langer dan 2 jaar niet was gebruikt, maar hij was nog actief geweest, dus helaas. Kon net niet, helaas. Hij had net een nieuwe foto gepost, dus ja. Oh, mensen, okay. Wat een chaos op het begin. Maar hey, we gaan lekker. Ik heb 3 kills, Joost die heeft 2 kills. En Rudy heeft er 3 en Duncan heeft er 1. Maar Duncan, we gaan dit voor jou fixen. Hey, speciaal voor mij? Speciaal, ja. Deze aflevering gaat nu om Duncan. Oh, dat vind ik wel lief, dankjewel jongens. Duncan Power. Het is de eerste keer dat Duncan meedoet. En de laatste en keer, want hij ging als eerste dood. Ja. Precies, ik dacht het van shit man. Die zien we nooit meer. Oh, klingels op mij! Oh, waar? Waar, via waar? Vanuit Noord, denk ik. Vanuit Noord? Ja, ze pushen het kasteel. Bij mij. Kasteel? Wacht, ik weet niet, ik kreeg echt een klinger om mijn kont man. Moet even een chuk innemen. Huh, ik snap er niks van. Die chuk? Wacht, Rudy, had een chuk? Ja. Je had me kunnen redden. Die had ik net pas, man. Ja, dat is allemaal. We hadden ook 2 medkits, Duncan, maakt niet uit. Oh, wow, holy shit, aan de overkant van het gebouw. Waar? Op 330. Helemaal naar boven. Oh, dat is naar. Ja, ik heb hem dood, hij was in zijn eentje, hij handelde alleen, hij had geen handlangers. Oh, geen handlangers. Dat vind ik duister meteen, jongen. Ja, echt, hè? Oh, de borden komt er wel aan, jongens, de storm. Hé, hey, Joost, wat doe je daarboven? Kom eens naar beneden, joh! Ik zag gewoon naast je! Nee, oh ja, ik hoopte dat je dat effect zou doen, maar goed. Ik zag gewoon naast je! What the fuck? Yeah, Joost. Ik heb een nieuwe, Je hebt een nieuwe? Oh nee, waarom vroeg je dat dan? Hallo? Oh nee. Oh, is dat de eeuwige echo? Yo. Nee, niet doen! Zo vervelend! Joost, kappen! Dat staat al uit. Doe, kan zeg... allemaal met effect kloten? Ik kan dit niet, jongens! Ik ben nu niet cool, come on! Oh man. Zeg eens 1 keer knolpower.nl, Joost. Oh, de border, de border! We gaan gewoon daar. www.knolpower.nl Fantastisch. Duncan klinkt het wel alsof hij echt in de hemel zit nu. Ja, nee, maar ik ben ook echt in de hemel. Ik ben dood. Knolpower.nl. De laatste ronde. Heel naar. Ik ben een kermis, jongens. Ik ben een kermis. Yo, dat wee. Dat was echt fucked up, man. Dat was nog luider dan het Fortnite. Ik draaide hem helemaal omhoog, sorry, jongens. Oh my god. Ik kan zeggen, ik zou nu eerder genoegen nemen met de Fortnite-alarm. Ja, precies. Oh.
Rennen, jongens. Oh, man. Oh, jee. Ja, nou, dat was een kort ritje in de attractie. Ik ga niet nog een euro betalen om het opnieuw te beleven. Laat me zitten. Snap ik wel. Oh, we gaan echt wel lekker trouwens. Ik was helemaal nog niet aan het kijken hoeveel er over waren. Maar dit doen we zeker wel wat lekker, hoor. Ja, lekker, Duncan. Gewoon. Ja, goed gedaan, hoor. Duncan. Teamwork. Ik hoor enemies op 60. 60, full team. Ze schieten. Oh, het zit op elkaar. Dat is op elkaar. Oh ja. Kijk maar wanneer je wilt aanvallen. Ik kom eraan. Ik had heel even wat hout nodig. Wie viel aan? Ik. Haha. Maar zeg maar als je aan wil vallen. Wie viel aan? Maar jij, het was shoot first, ask questions later. Ja. Get the shit. Oké, gaan jongens. Maar we hebben de storm in de rug, jongens. Ja, we moeten wel een beetje oppassen dat we niet... Ja, ik heb zo'n heerlijk... Ik heb zo'n heerlijk wapen. Ja, we moeten lopen, we moeten bewegen. In de rug! Oh nee, hè? Van beneden. Nee, dat ben ik. Move and voice. Oh, lekker. Ik had een 74 hit. Oh, boys, ik heb geen build met meer. Oh, Joost. What are you doing? Dit wapen is zo sterk, mensen! Kijk mij schieten! Sterkste wapen is het wel. Boys! Uh-oh. Joost, oh, Joost, what are you doing, man? Nee, Joost! Duncan! Joost, what are you doing? Oh, wacht. Oh, hey, Joost, jij ook hier? Oh, nee, kom maar. Hallo, Duncan, het is wel gezellig. Oh, die is heel naar. In de hemel. Hé, hey, laat ze nou even. Waarom loopt mijn Fortnite binnen weer vast? Oh, nee. Oh. Wat? Echt waar? Ze zijn wel vervelend, hè? Ja, ja. Benauwde situatie. Maar een beetje, ja. Ze vluchten wel door. Ah, die... Is maar goed ook, want als die laatste... Als we één iemand kunnen knocken van een team, dan... Dan hebben we alweer een voordeel. De cirkel! Zullen we gewoon direct op één rennen, Enzo? Oh, ik heb eentje weer gehit. Ja, is goed. Hallo? Ja. Nice. Oh, wat? Lekker, Rudy. Hij heeft er twee nog. Twee. Dan zit die andere aan de overkant, denk ik al. Ja. Ja, aan de overkant. Oh, die gaan we ook pakken, want ik heb impulse grenades. En jullie hebben Enzo nog nooit gezien met impulse grenades. Dames en heren, aanschouw. Play of the day. Want ja, zo goed ben ik ook weer niet dat ik meteen de play van de eeuw neem. Play of the day, daar kom ik. Hij rent met zijn impulse grenade, rent achter Rudy aan. Rudy is aan het scannen. Hij gebruikt zijn full sprietjes om de tegenstander waar te nemen. En als hij hem dan uiteindelijk ziet, geeft hij het door aan www.knolpower.nl. Gebruikt Enzo zijn impulse. En dan is de tegenstander Moors dood. Rudy! Er is een volledig team hier al. Pak ze, Enzo. Ja, daar gaat Enzo Knol. Hij rent nog steeds. Knolpower.nl. En als jij denkt dat hij het niet gaat doen, hij doet het. Daar gaat hij. Daar gaat hij, hoor. Oh nee, hij is al dood. Yo! Niet om mij, hoor. Nice, lekker, man. Lekker. Oh, pas op. Eentje bovenaan dat gebouw, Rudy. 11 HP. Hij is vlakbij, volgens mij, Enzo. You got this, man. Ja, ja. Enzo, kom eraan. Enzo bouwt zich in. Knolpower.nl zit in een lastige situatie, maar pak je shotgun. Gaat hij voor de play of de dag? Of de dag. Of de dag. Oh my god. Oké, okay, hij zit hier in mijn doos en zo. Hij heeft een witte doos. Hij is goed geschoten. Ja, hij snapt. Lekker, Enzo. Teamwork, jongen. Lekker, hoor. Maar de play van de dag is nog niet over, want er is nog een extra team op West. En ze gaat naar binnen met zijn impulse grenade. En dan vliegt! Oeh. En hij ziet daar zo'n vijand, hij ziet zijn tegenstander. Hij schiet en hij bouwt. Oeh, zo. Oh, hoe overleef je dat zo lang, man? Oh nee, dit doet zo'n pijn, dit doet zo'n pijn. En zo, nee. Oh, en lekker, lekker. Oh! It's all you, man. It's all you. Oh, nee, ik was zo lekker bezig, jongen. Ik gebruikte die impulses alsof het mijn wapen was. Het was je wapen. Oh ja, het was mijn wapen. Ja, ja, ja. Hey, ik vond het een lekkere squad, mensen. Kijk, weet je, ik wil niet stoken of zo, maar als Duncan nou niet op het begin was dood. Dat doet een beetje pijn, maar je hebt wel gelijk. Oh, mensen, ik vond het geniaal. Ik vond het gezellig. En ik wil jullie allemaal heel erg bedanken voor het meedoen. Hebben jullie kijkers genoten? Willen jullie nou vaker dat ik met een volledige squad ga spelen? Duncan is vervangbaar. Laat het dan weten. Laat het dan weten in de reacties. Zie ik jullie morgen bij een nieuwe video om 5 uur.